Goedemorgen, broeders, zusters, jongens, meisjes. Allen hartelijk welkom in deze dienst. We zien uit naar de zegen van de Heere voor deze dag en voor de diensten die we uit zijn hand ontvangen. Bijzonder de gasten die aanwezig zijn, hartelijk welkom. Fijn dat u de weg naar onze kerk gevonden hebt. En we wensen u ook een gezegende zondag toe. Er staat hier dat de komende zondagen zal dominee Groeneveld u voorgaan. Zoals vorige week en vandaag en ook de komende twee zondagen mag ik mijn collega van Olst vervangen op de kansel. Namens de kerkraad heb ik de volgende bekendmakingen voor u. Na uitvoerig overleg heeft de kerkraad een besluit genomen over het tijdstip van de middagdienst. Vanaf september zullen de middagdiensten aanvangen om een half uur vroeger, namelijk om 16:30. In deze dienst zal een kindermoment gehouden worden. De kinderen van 4 tot ongeveer 6 en 7 jaar mogen dan daarna naar het kleurmoment. Vanmiddag begint de dienst om 17:00. Ook dan hoop ik u voor te gaan. We feliciteren de jarigen van de afgelopen week. Reinhilde Verhulsel was op 26 juli jarig. Toetie Verhaard op 27 juli, Margret Annan op 30 juli. Heel hartelijk gefeliciteerd. En waar zit Margret? Margret, daar zit ze. Gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? 15 mensen. Fantastische leeftijd, hè? Om 15 jaar te worden. Geweldig. Hartelijk gefeliciteerd, Margret. En de andere jarigen zijn niet aanwezig, maar ze worden toch heel hartelijk gefeliciteerd. We gaan nu samen zingen. De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. Het is Christus die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Was hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Dit lied zingen we, en u merkt wel aan de tekst die ik heb voorgelezen, dat een combinatie is van twee liederen die we gaan zingen. En de organist zal dat precies weten aan te geven. Thank you.
Laten we in stil gebed ons op deze dienst voorbereiden. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die eeuwig trouw blijft, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 24 zingen we nu vers 1, 2 en 3. De aarde en haar volheid zijn des Heeren koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Psalm 24. Kijk in de spiegel die God ons voorhoudt, met de woorden van de Heere Jezus die gezegd heeft: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Laten we ons nu voor God verootmoedigen en samen gaan zingen. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Vergeef mij zonder nu en reinig mijn hart. Gemeente, God spreekt in de Bijbel van genade en van vrede en vergeving en verzoening omwille van het offer dat de Heere Jezus gebracht heeft op het kruis van Golgotha. Toen de heiland leed en stierf, toen hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, heeft hij de schuld betaald, de zonde verzoend. Profeten en apostelen hebben ervan gesproken. En ik denk aan de woorden van de apostel Paulus. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt, en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Wij aanbidden u. U komt toe alle lof en eer. Ja, wij prijzen uw naam.
God geeft van zijn geboden mee. Voor de week die voor ons ligt. Geboden die als heldere lampen onze levensweg beschijnen. Opdat wij niet zouden verdwalen. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, verlost hebt. U zult naast mij geen andere goden hebben. U mag voor uzelf geen beelden maken van iets dat in de hemel of op de aarde of waar dan ook is, om daarvoor te buigen of die te dienen. Ik ben de Heere uw God, ik ben een jaloers God en ik leid het zelfs zo dat de gevolgen van de zonde van vaders, die hun hart niet helemaal aan mij geven, terechtkomen bij kinderen en kleinkinderen. Tegelijk bewijs ik mijn goedheid en mijn liefde, zelfs tot in 1000 geslachten van hen die mij lief hebben en die doen wat ik zeg. U mag de naam van de Heere uw God niet lichtzinnig gebruiken. De Heere zal beslist niet voor onschuldig houden wie dat wel doet. Vier de rustdag. Geef die een bijzondere plaats tot mijn eer. In 6 dagen moet u al uw werk doen. De 7e dag is de speciale feestdag voor de Heere uw God. Dan mag u niet werken. En uw zoon en uw dochter en ook uw personeel niet. Zelfs uw dieren en de vreemdelingen in uw leefomgeving niet. Want de Heere heeft in 6 dagen hemel en aarde, ja heel de schepping gemaakt en hij rustte op de 7e dag. Daarom heeft hij van die dag een speciale feestdag gemaakt tot zijn eer. Eer uw vader en uw moeder. Wanneer u dat doet, zult u het goed hebben in het land dat de Heere uw God u geeft. U mag niet doodslaan. U mag het huwelijk niet kapotbreken. U mag niet stelen. U mag niet onbetrouwbaar spreken tegen uw naaste. U mag uw zinnen niet zetten op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn personeel, zijn dieren of wat ook maar van uw naaste is. Laten we ons nu aan de Heere toewijden en aan zijn dienst. En dat doen door samen te zingen op Psalm 17, het 2e vers. Alle kinderen mogen naar voren komen voor het kindermoment. Wie komt er naar voren? Kom maar hoor. Ik zal het maar wel doen als ik jullie kan overhalen, want je kunt iets winnen vandaag. Een snoepje, want ik heb een weddenschap. Dus als je een snoepje wilt winnen, dan moet je hier komen zitten. Kinderen, hè? Niet de grote mensen mogen niet meedoen, hè? Ik heb een raadsel. Want in het verhaal van vandaag gaat het over een raadsel. En degene die het raadsel had geraden, die kon iets winnen. En dus ik heb een raadsel bij. Goed nadenken, hè.
Wat is er heel beroemd onder water? Wat is beroemd onder water? En ik zal eens zeggen, kijk. Als iemand van jullie het kan raden, dan winnen jullie allemaal een snoepje. Maar als jullie het niet raden, moeten jullie mij allemaal een snoepje geven. Goed? Is dat afgesproken of niet? Ik weet het niet. Denk eens goed na. Wat is heel beroemd onder water? Goed nadenken, hè? Onder water. Het is eigenlijk een soort mopje, hè? Wat is beroemd onder water? Ik ga één tip geven. Goed kijken, hè, Samuel? Wat teken ik? Een zeester. Oei, helemaal juist. Je hebt het geraden, Steven. En omdat Steven het geraden heeft, krijgen jullie allemaal een snoepje. Dat heb ik beloofd, hè? Als iemand van jullie het ging raden, dan krijgen jullie allemaal een snoepje, hè? Allee, kom rap inhalen. Jullie hebben mijn weddenschap gewonnen, hè? Allee, pak er eens, Steven. Jij mocht eerst. Een zeester. Hé, dat is eigenlijk een mopje, hè? Pralines. Die heb ik niet bij. Wist je deze? Ook niet? Dat is spijtig. Jullie hebben de weddenschap gewonnen van dit raadsel, hè? En in het verhaal vandaag gaat het ook over een raadsel. Wel een hele moeilijke zin, hè? Eigenlijk, je mag hem van mij raden, maar het was zo moeilijk dat Simpson, die hem bedacht had, die dacht, nou, dat vinden ze nooit. Zal ik het eens vertellen? Ik ga even bij het begin beginnen, hè. Goed luisteren. Het volk Israël luisterde helemaal niet meer naar God. Dat was al vaak gebeurd, maar nu opnieuw. En daardoor ging het niet goed met het land. De Filistijnen, dat was de vijand, die veroverden Israël. En die bleven wel 40 jaar aan de macht. Dat ging niet goed, hè. En in die tijd kwam er een engel van de Heer op bezoek bij een vrouw die God trouw diende. En die engel vertelde aan haar heel mooi nieuws. Weet je nog wat? Daar ging het vorige week een beetje over. Die vrouw kon eigenlijk geen kinderen krijgen. En die engel kwam vertellen dat ze een zoon zou krijgen. En die zoon zou heel bijzonder zijn. Die zou Israël bevrijden van de Filistijnen. En die engel vertelde aan die vrouw ook dat ze hem heel speciaal moest opvoeden. Maar ja, weet jij een ding? Dat is waar. Zijn haren mochten bijvoorbeeld niet geknipt worden. En de engel verdween weer. En de vrouw werd natuurlijk een beetje bang. Die dacht, wat heb ik nu net allemaal meegemaakt? En ze ging snel naar haar man. En die vroeg, wat is er gebeurd? Ze zei, er kwam iemand bij mij op bezoek. Een soort man. En hij zag er heel stralend uit. En hij vertelde mij dat ik een kind zou krijgen. Haar man, die heette Manoach. Die werd daar ook een beetje bang van dat nieuws. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Toen kwam die engel ook bij hem op bezoek en hij herhaalde de belofte. Hij zei, ja, jullie zullen een kind krijgen, een bijzonder kind. En inderdaad, na een tijdje kregen ze een zoon en ze noemden hem... Simpson. Ja. God hield zich aan zijn belofte en hij bereidde Simpson voor op wat hij moest doen. Nog voor Simpson geboren werd, had God aan zijn ouders verteld dat Simpson een begin zou maken met het wegjagen van de... Filistijnen. Maar dan moest hij bijzonder worden opgevoed. Bijvoorbeeld, zijn haar mocht niet geknipt worden. Ja, gewoon laten groeien. Sommige leiders van Israël waren heel wijs geweest, anderen waren heel slim geweest, maar Simpson zijn kracht was dat hij heel sterk was. Niemand was ooit zo sterk geweest als Simpson. Niemand kon Simpson verslagen. Hij had hele dikke spierballen. Maar hij had ook een zwak punt. Simpson werd verliefd op de verkeerde vrouwen. Op de Filistijnse vrouwen. Dus dat waren vrouwen van het volk van de vijand. Die kon hij toch niet vertrouwen?
Die zouden hij misschien wel verraden of zijn volk. En één keer werd hij verliefd op een Filistijns meisje uit Timna. En hij wilde zo graag met haar trouwen. Maar zijn ouders die zeiden... Niet doen, Simson. Dat is toch niet verstandig? Ze probeerden hem om te praten, maar het lukte niet, hè? Simson wilde absoluut met haar trouwen. En hij ging naar Timna. Maar onderweg gebeurde er iets. Hij werd aangevallen door een... Nee, ik zal het eens laten zien. Door een leeuw. Zie je dat? Kijk eens. Hij werd aangevallen door een leeuw. Dat is gevaarlijk, hè? Kun je winnen van een leeuw als je met een leeuw gaat vechten? Hij wel. Simson was zo sterk. Die leeuw brulde, hij wilde Simson doden. Maar Simson greep het beest vast met zijn blote handen. En hij scheurde hem in stukken. Dan moet je wel heel sterk zijn, Samuel. Hij liet de dode leeuw aan de kant van de weg liggen. En toen hij daar een paar dagen later weer langskwam en hij keek naar die dode leeuw, toen zag hij iets bijzonders. In die dode leeuw was er een bijenfamilie gaan wonen. Hesjes, zie? Er was een bijenfamilie gaan wonen in die dode leeuw. En Simson haalde een stuk honingraad eruit en hij at de honing op. En hij kreeg ineens een idee voor een raadsel. Op zijn trouwfeest zouden zijn Israëlische vrienden niet komen, hè? Die gaan niet op het trouwfeest komen van de vijand, hè? Er zouden alleen maar Filistijnse vrienden komen. En hij dacht, ah, ik ga die vrienden een raadsel geven. En hij zei tegen de Filistijnen, die op zijn bruiloft kwamen, ik heb voor jullie een raadsel en als jullie over 7 dagen het antwoord weten... Zal ik jullie belonen? Niet met een snoepje, maar met een onderkleed en een bovenkleed. Dat droegen ze toen, hè? Dat was een dure beloning, hoor. En hij zei, dan geef ik jullie alle 30 een onderkleed en een bovenkleed. Maar als jullie het niet weten, dan geven jullie allemaal aan mij een onderkleed en een bovenkleed. Dat is een goede deal, hè? En toen vertelde hij het raadsel. Maar jongens, dat is een heel moeilijk raadsel, hoor. Uit hij die eet, kwam iets te eten. En uit de sterke kwam iets zoets. Het gaat over iets wat hij onderweg had gezien. Hij zei het zelfs nog moeilijker als dit. Het gaat over iets wat hij had gezien. En na 4 dagen wisten de mannen het antwoord nog niet. Ik denk dat ze zelfs wakker hadden gelegen om te denken. Want straks moesten zij allemaal een onderkleed en een bovenkleed kopen voor Simson. En ze wisten het niet. En ze gingen naar Simsons bruid, want die hoorde bij hun volk, hè? Dat was een Filistijnse vrouw, weet je nog? En ze gingen naar die vrouw en ze zeiden, vraag jij het antwoord eens aan je man, want anders... En toen gingen ze haar bedreigen. Ja, dan gaan we jouw huis in brand steken. En het van je vader. Het meisje werd natuurlijk heel bang. Ze dacht, ik ga zorgen dat ik het antwoord weet, want... En elke avond vroeg ze huilend aan Simson, Simson, je bent toch met mij getrouwd? Je houdt toch van mij? Vertel mij toch het antwoord. En na een tijdje zwichtte Simson. Hij dacht, oké, aan mijn vrouw kan ik het wel vertellen. En hij vertelde haar het antwoord. En zij ging het natuurlijk verklappen aan de Filistijnen. En triomfantelijk zeiden die Filistijnen tegen Simson, wij weten het. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Simson dacht, hoe kan dat? Dat kunnen zij toch niet weten? Niemand kan de antwoord op mijn raadsel weten. Hè? Alleen ik. Dus hij dacht, ik weet wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd? Mijn vrouw heeft het verteld aan die mannen. Ze hebben mij bedrogen. En hij werd heel boos. En hij doodde al die Filistijnen. Alle 30. Dat is nogal een verhaal, hè, jongens? Dat is nogal een verhaal, hè? Hij kreeg heel veel kracht. Dat klopt. Maar hij moest het goed gaan gebruiken ook, hè? En hij moest de goede keuzes maken. We gaan een liedje zingen over kracht. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Want wij, voor alles wat we moeten doen, krijgen we kracht van God. Ja? Je mag gaan staan en we gaan dat in kanon zingen. Gaan we dat proberen?
We sluiten in de Bijbellezing en de preek sluiten we aan bij het kindermoment van deze morgen. En net zoals vorige week in de morgendienst gaat het ook vandaag in de beide diensten over Simson. Het gaat over de huwelijksperikelen van Simson. Vorige week hebben we samen geluisterd naar het gedeelte dat ook vanochtend in het kindermoment aan de orde was. De aankondiging van de geboorte van Simson. En dan nu vanochtend over wat er dan allemaal ging gebeuren rond dat meisje daar in de stad Timna. Voordat we dat gaan lezen en erover gaan nadenken, willen we eerst samen bidden onder de leiding van de Heilige Geest. Grote God, barmhartige Vader, we komen samen tot u. We zijn bijeen in de kerk op deze zondagmorgen. Wij komen eerst u hartelijk danken dat u ons samengebracht hebt. We komen u danken dat we deze nieuwe week mogen beginnen in de kerk. Heren, wat een voorrecht, wat een zegen. U bent het die ons de gelegenheid geeft om samen te komen in uw huis. Om samen te luisteren naar wat u zegt in uw woord. U komt met onderwijs naar ons toe. U komt met uw evangelie bij ons. U komt met woorden van vermaning en vertroosting. U treedt ons tegemoet omdat u ons lief hebt. Omdat u van ons houdt. Heren, dank u wel daarvoor. U laat ons niet zomaar aan ons zelf over, niet onze eigen gedachten en eigen fantasieën, niet onze eigen wil en eigen denken, maar u wilt ons binden aan uw woord. En daarom bidden wij u, help ons door uw Heilige Geest om uw woord te verstaan. Heren, zegen ons met uw Heilige Geest. Laat uw geest in onze harten werken. Laat uw geest in onze harten plaatsmaken, opruimen wat weg moet. En geef dat we met een ontvankelijk hart mogen horen wat u ons te zeggen hebt. Grote God, wij komen bij u om te zeggen dat we ons van u afhankelijk weten. We komen bij u om te zeggen dat we ons aan u toevertrouwen. Dat we, zoals we hier samen zijn, het tegen u willen zeggen. Heere, werk in ons en vernieuw ons en heilig ons. En zie in genade op ons neer. Wees ons nabij. Kinderen, ouderen, almachtige God, willen doen om Jezus wil, uit genade. Amen. Richteren 14. Simson ging naar Timna en toen hij in Timna een vrouw had, een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen, welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen. Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna
En toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. En hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw en zij was in Simsons ogen de juiste. Maar toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en moeder en gaf hun ook wat van en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen dat. En het gebeurde zodra zij hem zagen dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden ze tegen hem, geef uw raadsel op, laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei, jij haat mij alleen maar en je houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, zie, ik heb het mijn vader en moeder ook niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat zij de maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag... dat hij het haar uitlegde, want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de 7e dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan alleen? Hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten, sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren, gaf 1 stel daarvan aan elk van hen die het raadsel had uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Tot zover. Lezing van het woord van God. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 119, vers 4, 5 en 7.
Gemeente, ik ben vorige week de preek begonnen met u voor te stellen dat we allemaal een top 5 zouden maken van Bijbelse personen die we gewoonweg niet vergeten kunnen. Mensen zoals Abraham, Mozes, David. En ik heb gesuggereerd dat ook Simson daar een plek bij zou hebben, bij de top 5 van Bijbelse personen. Maar misschien had ik beter het iets anders kunnen voorstellen. Namelijk geen Bijbelse personen, maar Bijbelse verhalen. Want daar zou zeker ook Daniel in de leeuwenkuil erbij gestaan hebben. En Jozef in de put. En Jona, die door God geroepen werd om naar Nineveh te gaan, maar die op de vlucht sloeg en toen terechtkwam in een hevig onweer op zee. Maar dan ook vast die straffe verhalen over Simson. Want wat je leest in Richteren 14 en 15 en 16 over Simson, dat liegt er toch niet om. Dat zijn toch dingen waarbij je onwillekeurig aan Tijl Uilenspiegel moet denken. De dingen die Simson te binnen schiet om zich te wreken op mensen, om bijvoorbeeld op zijn huwelijksdag. Dat is nogal wat. Dat ging u allemaal nogal wreed aan toe, nietwaar? En ik ga er straks met u naar kijken. Maar eerst de aanleiding. Want het Bijbelhoofdstuk van vanochtend begint met de mededeling dat Simson naar Timna gaat. Timna was een dorp, zo'n kilometer of 9 of 10 verwijderd van de geboorteplaats van Simson. En dat gebied was oorspronkelijk toegewezen aan de stam Dan. Maar een groot deel van de Danieten heeft op een dag besloten om zich in noordelijke richting te begeven en in het noorden van Kanaan zich te vestigen. Dan kwam er meer ruimte voor de stam van Juda, die zich wat beter konden ontplooien, konden ontwikkelen. Maar toen de Filistijnen het volk van Israël onder de voet gelopen hebben, waren er heel wat Filistijnen die de dorpen, die de Danieten achtergelaten hebben, eigenlijk in zijn totaal hebben ingenomen. Dat gold ook van Timna. Het was oorspronkelijk dus een dorp dat hoorde bij de stam van Dan, dat later terechtgekomen is bij de stam van Juda, maar dat toch bewoond werd door de Filistijnen. En Simson gaat daar naartoe. Wat heeft die jongen daar te zoeken? Hij is 1 jaar of 20. En wat beweegt hem om naar Timna te gaan? Er zijn wel uitleggers die zeggen dat hij naar Timna gegaan is om zich te oriënteren op de wijze waarop hij de Filistijnen een loer zou kunnen draaien. Maar hij begeeft zich toch op gevaarlijk terrein. Want als je de levensgeschiedenis van Simson bekijkt, dan blijkt dat hij dan wel grote lichaamskracht heeft, maar een uitermate zwak hart. Dat hij zeer gevoelig is voor vrouwelijk schoon. En dat blijkt ook wel in Timna. Want als hij daar komt, ziet hij een meisje. Niks mis mee natuurlijk om een meisje te zien. En ik heb ooit geleerd dat naar een meisje kijken, daar is niks mis mee. Als je maar niet voor de tweede keer kijkt. En dat gebeurt in Timna. Simson ziet een meisje, raakt verliefd. Stel mij voor dat hij met haar gesproken heeft. Misschien een wandeling gemaakt of hebben ze iets samen, zijn ze samen iets gaan drinken of weet ik wat. In elk geval, dat is ze. En als hij thuis komt, dan zegt zijn moeder, het is er aan de hand. Want moeders zien dat wat met de jongen aan de hand is. En die moeder die spreekt hem af, oh niks. Ja, vertel het maar.
En dan vertelt Simson dat hij een meisje gezien heeft, dat hij daar verliefd op is. En vader komt erbij en dan zeggen ze, joh, maar dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Want jij bent een Nazireer van het volk van God. Een Nazireer. Ja, een Nazireer. God heeft hem aangewezen om in het volk van Israël de functie van Nazireer op zich te nemen. Al voor zijn geboorte heeft de man Gods dat tegen zijn moeder gezegd. Wat is er dan een Nazireer? Een Nazireer is iemand die door God wordt aangewezen om een bijzondere voorbeeldfunctie te hebben in het volk. Je moet aan hem kunnen zien wat het betekent om te horen bij het volk van God. Er waren wat uiterlijke tekenen voor. Hij mocht niet naar de kapper. Hij mocht geen wijn drinken of iets gebruiken van de wijnstok. Hij mocht zich niet verontreinigen. En dan kom je dus terecht bij het hele reinigingswetten en de spijswetten van het volk van Israël. Daar moest hij zich aan houden. En zo een voorbeeld zijn voor het volk. Het kan dus helemaal niet. Jij als Nazireer van het volk van Israël. Een meisje van de Filistijnen. Ondenkbaar. Jongen, zet dat nou maar uit je hoofd. Want dat gaat niet. En weet je wat Simson dan zegt? En dat is heel kenmerkend, gemeente. En dan ga ik u voorlezen. Simson zegt dan, dat staat in vers 3... Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. En gemeente, daar zit nou het hele probleem van de richterentijd en het volk Israël. Zij is in mijn ogen de juiste. Als je nou het laatste vers van het boek Richteren leest, en ik nodig u uit om dat eens even op te zoeken. Richteren 21, vers 25, het laatste vers. Daar staat wat het probleem is van de Israëlieten in die richterentijd. Richteren 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En weet je wat nou zo erg is? De man die door God is aangewezen om een voorbeeldfunctie te hebben bij het volk van Israël, hij ging ze erin voor om te doen wat je zelf wilt. Om je eigen wil door te zetten. Om niet te vragen, wat wil God? Wat is zijn wil? En hoe denkt God daar nu over? Nee, wat wil ik? Wat wil ik? En hoe denk ik erover? En wat vind ik daarvan? En gemeente, dat is nu de grootste zonde van de afgoderij. De richterentijd kenmerkte zich door afgoderij. Ik heb vorige week gezegd, de Israëlieten hadden 7 afgoden geïmporteerd. 2 van de Canaanitische volken en nog 5 van de Filistijnen. Hebben ze aangenomen, hebben ze omarmd en beleden als hun goden. Weet je wat nu? De grootste, machtigste afgod is, ik, onze eigen ik. Het gaat er maar steeds om wat ik wil en wat ik denk en wat mijn keus is, wat juist is in mijn ogen.
En vader en moeder kunnen doen wat ze willen. Maar Simpson zet zijn wil door. En dan, ja, dan gaan ze kennis maken. Je weet hoe dat gaat. Ze gaan kennis maken in Timna, met dat meisje, met de ouders natuurlijk. Maar je ziet bij Simpson, zie je een neergaande lijn. Een hellend vlak. Want als ze dan naar Timna gaan, dan staat er dat Simpson via de wijngaarden gaat. Dat betekent dat hij zich op een heel gevaarlijk terrein begeeft. Hij mocht niet eten of drinken van de vrucht van de wijnstok. En hij gaat wel wandelen in het gebied waar de verleiding levensgroot op hem afkomt. Hij zwelgt als het ware in de verleidingen. En misschien denkt hij bij zichzelf, och, ik zo'n grote kerel, ik zo'n stoere vent. Nee, die verleidingen, die doen mij allemaal niks. Hij zal erachter komen. Hij zal het merken dat ook hij maar een zondig, klein, zwak mensenkind is. Nou ja, Lies heeft het zojuist verteld. Er kwam een leeuw, een jonge leeuw. En die stormt op hem af. En dan wordt de geest vaardig over hem. En dan scheurt hij dat beest. Ik weet niet precies hoe hij dat deed, maar ik zou me kunnen indenken dat hij bij de bek gepakt heeft. En hij scheurt dat erin. Oh, in plaats dat Simpson verscheurd wordt door die leeuw, verscheurt hij dat beest. Maar hij staat wel met een kadaver in zijn hand. Onrein. Onrein. Verboden. Door de wet van Mozes. Mocht geen lijk, ook niet van een dier, geen kadaver aanraken. En zo gaat het maar steeds verder op dat hellend vlak. Hij maakt een keus. En het gaat steeds lager en lager. En dan komen ze daar bij dat meisje, bij die familie. En er worden afspraken gemaakt en zo. En na enige tijd wordt opnieuw de reis naar Timna gemaakt. En Simpson denkt, oh, even kijken hoe er met dat kadaver is afgelopen. En dan ziet hij dat het door de zon verbleekt is. En de roofvogels hebben dat vlees weggepikt en heeft zich daar een bijenzwerm genesteld in dat kadaver. En Simpson die haalt daar honing uit, van die onreine plek. Hij eet daarvan, geeft ook zijn ouders, laat ook de ouders delen in de onreinheid, in de zonde. En zo gaat het alsmaar verder. En dan komt de bruiloft. Simpson krijgt 30 jongens toebedeeld. Ik heb me afgevraagd waarom die 30. Was het om hem in de gaten te houden? Was het een gewoon gebruik? In elk geval wordt een raadsel opgegeven. Simpson die noemt dat raadsel. En dan gaat het allemaal zo grof aan toe. Want als dan die jongens dat raadsel niet kunnen raden, dan bedreigen ze onmiddellijk die bruid met te zeggen, maar luister, zorg dat wij het te weten komen, anders dan steken we het huis van je vader in brand. En ook jou, je vader en jou zullen erbij omkomen. Het gaat allemaal niet lichtzinnig aan toe. Dan die bruid kan wel begrijpen dat ze doodsbang is en in plaats van aan Simpson te vertellen dat ze bedreigd wordt, probeert ze hem het geheim te ontfutselen.
En ze begint te janken en te klagen en te doen. En je houdt niet van mij. En dan raar allemaal. En dan uiteindelijk vertelt Simson wat het geheim is. En dan vertelt zij het door. Simson merkte natuurlijk dat zij niet heeft kunnen zwijgen. En dan regent hij af door in Askelon, heel en verder, Filistijnse stad, om daar 30 mannen neer te slaan, hun kleren af te pakken. En dat krijgen zij dan. Maar gemeente, als je daarover nadenkt, wat er allemaal gebeurt met die Simson. Een man die zulke rare streken uithaalt, zulke slechte daden stelt. Maar je leest ondertussen wel een aantal keren in dit Bijbelgedeelte dat de geest van de Heere hem aanspoort. In welke mate zit God daar nou achter? Wat heeft God daar nou mee te maken, zou je denken? Wat is nou de verhouding tussen wat Simson doet en wat God daarin te zeggen heeft? Wel, dit Bijbelgedeelte geeft ons ook gelegenheid om achter de schermen te kijken. Want er staat in vers 4, nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Wat Simson aan kwalijke streken uithaalt, die in geen enkel opzicht te verdedigen zijn, de Heere gebruikt het. Met het oog op de Filistijnen. De Heere gebruikt deze dingen om met de Filistijnen af te rekenen. In hoofdstuk 13 hebben we gelezen vorige week dat het kind van Manoah en zijn vrouw, dat hij een begin zou maken met de verlossing van de Filistijnen. Wat staat er? En hier zie je hoe de Heere die fratsen van Simson gebruikt om een eerste aanval te doen op de Filistijnen. Wat een, ja, je zou denken, wat vreemd dat de Heere zoiets gebruikt. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar, en dan wil ik niemand van u beledigen, absoluut niet. Maar in principe zijn er net zulke figuren als Simson. Ja, niet zo sterk, maar wel mensen die dezelfde zondige neigingen hebben. En die misschien hopelijk bewaard worden voor zulke uitbarstingen van zonde en kwaad. Maar in principe, ja, Simson en ik, en misschien moet ik uw naam ook wel noemen, zijn geen streep beter dan hij. En toch wil God ons gebruiken. Toch wil hij ons in zijn dienst nemen. Wil hij ons gebruiken om zijn naam bekend te maken. Zijn boodschap. Hij wil ons gebruiken met het oog op zijn kerk in deze wereld. Zoals God zijn volk Israël steeds in beeld hield, steeds voor ogen had, ook bij alle vijandschap van de buurvolken in Kanaan en alle eeuwen door, maar God hield zijn volk Israël in beeld en hij wilde voor hen zorgen en hij liet hen niet los. En zo ook zijn kerk, ook voor zijn gemeente zorgt de Heere. En ja, er zijn er ook in de ambtelijke wereld wel eens heel wat kromme stokken waar rechte slagen mee geslagen worden. Er zijn in de ambtelijke wereld en in heel de kerkelijke wereld vaak situaties waarvan je soms denkt, jongens, hoe moet dat? En waar moet de wereld er wel niet van denken? En wat een schande voor de kerk, dat de Heere het toch gebruikt en dat hij doorgaat. Waarom?
omdat hij trouw is. Trouw aan zijn woord, trouw aan zijn belofte. En de oproep is er en blijft bestaan. Dat we, zoals dat staat in Psalm 1, dat we, ik lees het nu voor, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die wel zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Amen. We zingen nu God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept die allen. Onder het naspel krijgt u gelegenheid om uw gave te geven. Voor de dienst van de Heere, dan wordt de collecte gehouden.
Heer, we komen nu samen tot u om u te danken dat u trouw bent en goed. En dat we mogen weten dat het niet van onze trouw afhangt, maar van uw trouw. En als u doorgaat met uw kerk, ook in deze wereld, waarin zoveel signalen zijn dat we in een heel zorgelijke tijd terechtgekomen zijn. Maar u gaat door. En we danken u daarvoor, heren. Als we kijken naar het functioneren van Simpson, dat is eigenlijk maar een grote puinhoop. Maar het is ook een spiegel die ons allen wordt voorgehouden. Want zijn wij nou zoveel beter dan Simpson? Ook wij hebben altijd weer de neiging om onze eigen ik voorop te stellen. En onszelf zo belangrijk te vinden. En onze ik een afgod te maken. En Heere, we belijden dat voor uw aangezicht. Ik wil het eerlijk erkennen. En u vragen, Heere, leer ons door uw Heilige Geest om u op de eerste plaats te zetten. Dat het wordt u alleen en wij niks. U alles. Heere God, we bidden u, wilt u met uw woord in onze harten doorwerken. We danken u dat we in de kerk mochten zijn. Dat we mochten zingen. Mogen bidden en danken. Mogen luisteren naar uw woord. Heere God, neem onze dank aan. Heere, we bidden u voor de jarigen van deze week. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze zegenen? Ook in het nieuwe levensjaar dat ze deze week begonnen zijn. Heere, gedenk hen allen. Bijzonder Margaret, zij is de enige van de drie die in de kerk aanwezig is. Draag haar nu op. Zegen haar, Heere. U weet wat een tiener nodig heeft. Gedenk haar. Ook haar ouders en het hele gezin. Heere, we bidden voor de gemeenteleden die op vakantie zijn. De predikant en zijn gezin en ook andere gemeenteleden die erop uitgetrokken zijn om even afstand te nemen van hun dagelijkse werk. Wilt u ze zegenen? Geef een goede tijd van rust en ontspanning. Heere, wilt u zijn met degenen die niet op vakantie kunnen, die geen mogelijkheden hebben. Wilt u hen nabij zijn? Geef dat ze nogthans een goede zomerperiode mogen beleven. Heere, wilt u de wereld gedenken, met alle spanningen en moeite die er zijn, met oorlogsgeweld en dreiging. Als we denken aan de dreigende situatie van Noord-Korea. We denken aan de spanningen die toenemen in Israël. Heere God, ontferm u over deze wereld. Ontferm u. Wilt u, Heere, ons ook vanmiddag samenbrengen? Wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen. We zingen nu uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 200, vers 1 en 2. O, welke macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard? En na de zegen zingen we van hetzelfde lied, het derde en vierde vers.
richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen, draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.